Dan is maar gedaan. In 3, 2, 1. Super tof dat ik nog een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ga even een keer wat maken. Ik ben nu bezig met koffie. En ik ga nog wat anders maken in de sprinter. Ik heb dat heel lang niet gegeten meer. Maar ik zat al natuurlijk, ik lag lekker in bed, lag lekker rollenbollen. Gewoon even daarna nog even in bed lekker social media kijken. Ik denk dat heel veel mensen dat doen eigenlijk tegenwoordig. En toen zou ik denken, daar heb ik zo trek in. In printen. Maar gelukkig heb ik dit nog. Want ik heb ook nog melk. Dus ik ga deze even bijpakken, want die is schoon. Maar dan ga ik even hier ruimte maken. Want dan kan ik even printen maken. Voor. Voor printen. En dan ga ik dadelijk hier een melkje doen. Maar hoe ik het meestal doe is. Ik gooi eerst de melk hierin. En gooi ik het hierin. En dan ben ik klaar. Ik denk dat ik deze erin te gooien. En dan ben ik helemaal klaar. En ik heb koffie gemaakt en die is ook klaar. Dan gaan we lekker even een lekker bakje koffie drinken. Maar eerst. Even dingen op de computer doen en daarna printer maken. Zoals jullie gezien hebben gisteren, hebben jullie beelden gezien van de huldiging van Feyenoord. Dat er al wat drie jaar geleden is. Ik kan nog steeds niet beseffen, als ik de beelden terugkijk, dat ik erbij was bij de huldiging Feyenoord kampioenschap. Kom ik gewoon weer in tranen. En denk van wauw, wat is er allemaal in die jaren hoe mooi is het om dat te beleven. Ik geniet er nog steeds van om naar die beelden te kijken. En ik ga even tomaat even. En er is er eentje tomaat. Die begint echt goed te worden. Ik denk dat jullie ook wel zien. Dus dat gaat de goede kant op. En dan ga ik even de rest ook even water geven. En... dit is goed teken gewoon. Ik verbaas mij van mezelf. Maar deze redt het denk ik niet. Ik ga even water geven, kijken of ik hem nog kan redden. Maar dan moet ik dat schotje ook wel even bijpakken. Want anders gaat het fout. Ik zie hier al water uitkomen, dus dat zet ik zo neer. Dat doe ik zo, hoppakee. Maar dat ziet er goed uit zo. En dan ga ik hem even weer neerzetten. En dan ga ik even op mijn bakje zetten. En ik hoop dat ik hem kan redden eigenlijk, die plant. Ik ben benieuwd. Maar wat ik ook klaar ga maken is... Nou, de kapper gaat eraan dadelijk. Oh, is dat nodig zeg. Echt, mijn haar komt echt helemaal tot mijn pintje van mijn neus gewoon. Echt, zo lang is mijn haar nu. En ik heb echt zin in, maar ik vind het ook wel spannend om de... Ja, hoe het gaat. En ik ben benieuwd hoe het nu loopt. Want ik zag voorbij komen dat je niet met kappers mogen praten nu. En dat ik ook weet dat mijn kapper mondkapjes draagt. En dat ik waarschijnlijk dat ook moet dadelijk. Dat gaan we zien. En ik laat jullie weten, ik ga dan dit keer ook even daar niet vloggen dan. Omdat het dan snel moet gebeuren. Dat zelfs snel even geneemd moet worden en dan ben ik weer weg. Dus heb ik niet echt veel nut om dan daar... te vloggen. Dus ga ik even dit keer niet doen. Weten jullie dat ook. Maar ja, ga ik nu even dadelijk klaarmaken. Even alleen je print aanmaken nog. En dan richting kapper. Ik ga klaarmaken om naar de kapper te gaan. En ik ben benieuwd wat jullie dadelijk van vinden. Ik sta nu eigenlijk voor de spiegel. Kijk maar als ik dadelijk tegen de spiegel aan tik. Dan is mijn haar gedaan. In 3, 2, 1. Boom. Zo. Dat is ook weer gebeurd, mijn haartjes. Even lekker fris mijn haren nu. Oh, heerlijk is dat. Lekker wax in. Wel raar gevoel. Het is wel logisch hoe het er aan toe ging. Wat ik moest doen, kan ik je vertellen. Ik moest 1. Eerst toen ik binnenkwam, handen wassen. 2. Mondkapje op. En... Ja, dat was wel gelukkig. Ik denk dat de bedoeling was... Voor de... Mondkapje. Dat... we nog in een gesprek kunnen. Want er werd al iets gedeeld op Facebook. Dat we je dan geen gesprek kan aanhouden met de klant. Van de
kappers. Maar door die mondkapjes dat ze juist wel gesprekken houden. En ja, dat was echt wel leuk om te doen. Maar ik, en altijd als je, ik weet niet of jullie herkenbaar is. Dat als je naar kapper gaat, is altijd haren. Maar dat valt nu bij mij mee. Maar ik heb wel af en toe wel last gehad. Ik voel nu op mijn rug. En ik was werd geknipt en ik had een mondkapje op. En ik kwam een haartje in de mondkapje. Dat kietelt. Maar nu ga ik even lekker dadelijk even Brent eten. Dat zou ik eigenlijk eerst doen. Maar dan wordt het alleen maar later. Dus ik heb nu alweer Brent, zoals jullie net gezien hebben. Of gehoord heb aangezet de fornuis en dan ga ik lekker beginnen te eten. Heb ik wel even lekker trek in. Ik heb net lekker macaroni gemaakt met knakworstjes. Heb ik even trek in en ik voel dat dit bord heet is. Oh mijn god, dan moet ik hem pakken. Ja, zo is beter. Dus ik ga lekker eten en dan ga ik daar lekker van smullen. Al is er nu een paar uurtje, een paar minuutjes zelfs 7 uur. Ik was alleen te laat met eten te maken. Kan wel eens gebeuren. En dan ga ik lekker YouTube bij kijken en lekker van macaroni genieten. En ik heb nog de rest, ik heb een beetje verdeeld. Eentje voor vandaag, eentje voor morgen. Dus morgen ga ik weer macaroni ook weer eten en knokworstjes. Maar ik heb het even verdeeld. Dus, maar dan ga ik hier lekker van eten. En dan ga ik lekker van smullen. Eten is al tijdje op trouwens. Die staat namelijk nog hier zo op tafel. En zelfs eten voor Brinta gaat er nog, maar dan ga ik even lekker op aardig zetten. Vergeet ik altijd wel eens dat gewoon neer te zetten. En op aardig zet ik een pijnhoop. Ja, pijnhoop. Kan erger. Maar dan ga ik even morgen de kamer opruimen. Een beetje dingetjes in de kast zetten wat ik niet nodig heb. Eten wat ik eigenlijk in de koelkast moet zetten. Wat eigenlijk in de, wat ik apart heb gehouden. Dus... ja, heb ik ook wel eens. Even kijken of ik nog ruimte heb. Alles zo lekker. Ik denk dat iedereen dat wel eens doet. Kijk, ik woon op mezelf. Maar ik denk dat heel veel mensen in de familie zitten dit eigenlijk best wel smerig vinden. Drinken uit de pak. Ik doe dat dus. Bij mijn vader heb ik dat ook vroeger gewoon gedaan. Niet goed voor je, maar het is wel lekker. En vroeger dronk ik al ongelooflijk veel melk en dat doe ik nog steeds. Maar we gaan even kijken, hè. Dat ik deze bakje kan heel erg neerzetten. Oh, dat heb ik ook nog. Maar wat is de datum? 5-5. Ik weet niet of... wat zijn jullie? Zijn jullie ook dorp aardbei? Laat het weten in de reactie. Of zijn jullie ergens anders dorp? Laat het ook weten in de reactie. Wat voor fruit vinden jullie lekkerste? Ik heb altijd dat ik dorp ben op aardbeien of tomaat. Ganja gaat dan zitten ook een beetje even nou te koekeloeren, Ganja. Als jij iets eten zit, wil jij ook, hè? Als jij iets in eten zit, wil je altijd even lekker meegluren, hè? Ganja, wil je altijd even meegluren? Ja. Ja, dan kom je ook even kijken. Echt een boef is het hoor, die Ganja. Kijk hem dan gluren. Kijk en dan gluren, die kan je. Of hij kan blijven bij mij om hier te zitten, of hij wil even kijken wat in de koelkast zit. Eén van die twee. Hé, kan je? Ik zit lekker op zijn rugje te draaien. Dat vindt hij lekker hoor, dit. Dit gedeelte vind ik altijd zo lekker. En als je niet bij de melk pakken, dan zit hij tegenaan te kruien, met zijn kopje tegenaan te gaan. Hé, kan je? Ja. Dat is even lekker, hè? Maar het is al veel te laat. Laat. Een uur of 11 is het nou weer. En ik zit de hele tijd al hier naartoe te kijken. Ik heb een haar van Ganja in mijn mond. Maar de Lexi is gewoon aardbeien. Ik heb een keer al een paar dagen terug heb ik al aardbeien in een bakje gedaan. Lekker een beetje suiker erop. Heerlijk is dat. Ongelooflijk lekker. En ik had ook vandaag reactie, maar ik wil eigenlijk nou de koelkast dicht doen. Dat kan je. Maar dan ga ik nu even lekker nog verder kijken. Want ik ben nu al vlog van meteen aan het kijken. Door goed op letten. Ja, oké, ik vergeet het soms. Maar ik denk dat je beter kan vergeten. En dan later checkt of die over datum is. Of dat je gaat eten en je ziet later pas over datum is.
Dus dat zit, vind ik, verschil aan zitten. En die aardbeien, oh, ik zit maar te denken om er een bakje van te nemen en lekker de suiker overheen te doen. Of dat ik morgen even ga naar de winkel ga. Ga ik iets lekker smoothie maken. Ik denk dat ik dat ga doen. Want ik wil dat zo graag proberen. Ik ga waarschijnlijk morgen even lekker naar de winkel. Morgen heb ik trouwens superleuk nieuws. Wil je weten wat voor nieuws? Kijk dan sowieso even vlog van morgen. Maar er is zoiets leuks aan de gang. En dan kan ik hier morgen over hebben. En ja, dan gaan we morgen allemaal zien wat er het is. Ik weet het al natuurlijk. Wat ik al kan zeggen is al nu al een jaar geleden. Bijna een jaar voor mij. Dat is gebeurd. En ik wil weten, laat even weten in de reactie, wat denk jij wat zal zijn? Laat even weten in de reactie, wat denk jij? Wat is er een jaar geleden gebeurd? Ik heb het eigenlijk al eerder in mijn vlog gehad. Ik heb het bericht al eerder voorgelezen. Maar weet jij wat het is? Laat even weten in de reactie. Misschien heb jij het goed of niet. Ik heb ergens trek in. Heb ik altijd. Laat in de avond heb ik altijd heel veel trek. Maar dan ga ik altijd kijken in de kast. Maar dan ga ik, dat doe ik altijd meestal. En dan zit er weer niks. Of denk ik van nee, laat maar. Ik kan het beter maar niet doen. Dus ja, dat heb ik altijd. Misschien denk ik ze misschien wel wat. Misschien een bakje aardbei. Misschien ook niet. Want ik weet dat aardbei voor mij deze week in de aanbieding is. Dus ja, ik ga nu even over nadenken wat ik ga nemen. En als ik iets heb genomen, dan horen jullie het wel. Ik ga nou maar lekker klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Want ja, op het moment moet je ook ergens slapen. Ganja die hier op de bank ligt, stoel ligt, die ligt alleen maar hier zo. Hé hey, Ganja? Hey, lig je lekker? Hé? Hey? Boef? Maar ja, ik ga lekker mijn bedje opzoeken. Morgen even hier lekker dingen opruimen. Klein beetje hier en daar. En lekker rolgordijn dicht doen. Moet ook maar even gebeuren. En dan lekker klaarmaken om naar bed in te gaan. Wat ik eigenlijk ook wil zeggen is dat ik morgen nogmaals hele leuke verrassingen heb om te vertellen wat een jaar geleden al is gebeurd. Maar ja, wil je dat weten nogmaals, check in de vlog van morgen. Ik ga nu lekker mijn bed in. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is hier allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je beneden abonneert. En tof reactie beneden achterlaat. En op het belletje drukt. En dan zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel veel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Yeah.